Hij Raksa kwam die mijn kleur Raksa kwam Kim in het Thais. Is dat een bekend spreekwoord? En het betekent onderhoud je goedheid, letterlijk onderhoud je goedheid. Net als zout zijn zoute smaak onderhoudt. Het is bijna niet te vertalen. Het is een beetje een andere manier van denken dan, en vergelijken dan we in het Westen gewend zijn. Met andere woorden, ja, wees consistent in waar je voor staat en de goede dingen waar je voor staat, de goede dingen waar je in gelooft. Goede principes, goed karakter, goede gewoontes. Wees daar consistent in, net als zout consistent zout is. En het is een heel oud symbool in het boeddhisme. Sommige Thaise websites die zeggen dat het een uitspraak is van de Boeddha, maar ik heb het opgezocht en ik kan hem niet vinden. Ik denk dat ze een vergissing hebben gemaakt. En dat komt wel vaker voor in Thailand en trouwens ook in het Westen. Dat een bepaald spreekwoord van een leraar, die wordt later dan toegewijd aan de Boeddha zelf. Maar de Boeddha heeft wel gezegd dat zijn leer net is als de oceaan, als de zee, dus bijvoorbeeld de Noordzee. En net als de Noordzee, of de meeste zee in de wereld, maar één smaak heeft, dat is de smaak van zout. Zo heeft ook de leer van de Boeddha, de woorden die hij heeft gezegd, maar één smaak, dat is de smaak van ontwaking. Wat betekent dat dan? Dat betekent eigenlijk dat in het boeddhisme eigenlijk alles gaat om ja, tot helderheid, wijsheid en verlichting te komen. En dat het heel erg gaat om ontwikkeling van karakter en ontwikkeling van wijsheid in je leven. Te beginnen met dingen zoals mindfulness en meditatie en dan ook een bewuste en ethische manier van leven. En ja, de uitspraak is best wel mooi. Omdat zout eigenlijk ja, altijd consistent zout is. Het is wel, zou ik kunnen zeggen, ja, suiker toch ook. Ik weet niet waarom juist zout die het betekenis heeft. Dat heeft een columnist. In Thailand die heeft dat een beetje proberen uit te zoeken waarom nou voor de Thai zout altijd zo wordt geassocieerd met stevigheid en sterk en kracht. En volgens hem heeft het te maken met het feit dat, ja, dat zout zo essentieel is in het leven van de mens. Ja, dus welke goede dingen we ook doen, of we nu vriendelijk zijn naar onze medemens, zoals we net samen deden in meditatie. Al die dingen, onderhoud die in je leven, net zoals het zout, de smaak van zout. Sommige van onze spreekwoorden, van de Thaise spreekwoorden, die werken niet echt als ze in het Nederlands vertaald worden. Maar het geeft altijd wel een soort van, weet je, typische kijk. Van de taai op de dingen. Dus dit is een uitspraak die heel erg verwant is, inderdaad, aan de uitspraak van de Boeddha over de zee. En dat de zee heel erg krachtig en consistent is. En ja, wees als de zee.